In de volgende sectie gaan we dieper ingaan op het Enhanced Entity Relationship model. We gaan dus het ER-model gaan uitbreiden met een aantal modelleringsconcepten die ons zullen toelaten om nog meer van de semantiek van de onderliggende werkelijkheid, dus met andere woorden van de universe of discourse of het bedrijfsproces, om nog meer semantiek daarvan in kaart te brengen. Het ER-model, het EER-model moet ik zeggen, gaat daarvoor een aantal bijkomende modelleringsconcepten gaan aanreiken. Die zijn generalisatie, specialisatie, categorisatie en aggregatie. En we gaan die stap voor stap gaan uitleggen en illustreren met een aantal voorbeeldjes. Het eerste concept is generalisatie, specialisatie. Wel, laat ons terug eventjes het voorbeeld nemen van de studentenadministratie. Die nu bijvoorbeeld bij de studentenadministratie zou kijken van welke entiteittypen gaan wij allemaal gaan modelleren. Dan gaat u denken aan entiteittypen zoals prof of docent, student en misschien ook cursus. Laat ons eventjes verder inzoomen op de entiteittypen prof en student. Nu kijkt naar prof en student en u gaat u afvragen welke attribuuttypen daar allemaal bij horen. Dan gaat u dus bij prof hebben profnummer, profnaam, profgeslacht, profgeboortedatum, prof-e-mailadres. Analoog gaat u bij student ook bepaalde attribuuttypen hebben, zoals studentnummer, studentnaam, student-e-mailadres, studentgeboortedatum. En als u dus kijkt naar de attribuuttypen tussen prof en student, dan ziet u dus dat heel wat attribuuttypen daarvan gedeeld worden. Namelijk de attribuuttypen zoals geboortedatum, geslacht, e-mailadres, naam. Dat wordt allemaal gedeeld tussen prof en student. Dus wat u eigenlijk zou kunnen gaan doen, is u zou het entiteittype prof en student kunnen gaan generaliseren in een entiteittype persoon. Persoon die dan de attribuuttypen zal hebben zoals persoonnaam, geboortedatum, geslacht, adres en zo meer. Dus wat je eigenlijk doet, is je gaat gaan generaliseren. Je gaat de gemeenschappelijke attribuuttypen van prof en student in een gemeenschappelijke superklasse gaan stoppen, persoon. En prof en student vormen dan subklassen van die superklasse persoon en gaan alle attribuuttypen gaan overerven. Dit is wat we noemen generalisatie. En specialisatie is de omgekeerde kant van de medaille. Dat betekent dat je dus persoon gaat specialiseren in bijvoorbeeld prof en student. Dus van prof en student naar persoon is generalisatie, van persoon naar prof en student is specialisatie. Okay? Dus wat we eigenlijk doen hier is superklassen en subklassen gaan identificeren. In heel wat real-life voorbeelden kun je dus gaan een klasse gaan specialiseren in verschillende subklassen. En wat is een subklasse? Zoals op mijn slide aangegeven, er is een subgroep van entities, van entiteittypen, van een bepaald entiteittype, die we dus afzonderlijk gaan beschouwen, omdat ze dus speciale karakteristieken hebben. We kunnen dus bijvoorbeeld binnen de superklasse persoon proffen gaan onderscheiden en studenten. En dat is zinvol om dat te gaan doen, omdat dus proffen en studenten elk specifieke karakteristieken hebben, zeg maar specifieke attribuuttypen. Een superklasse is dan een entiteittype die als het ware een groep vormt van verschillende subklassen. Het concept inheritance of overerving speelt hierbij een belangrijke rol. Want een subklasse erft alle karakteristieken over van de superklasse. En wanneer we zeggen alle karakteristieken, hebben we het uiteraard niet enkel over de attribuuttypen, maar ook over de relationship-typen. Indien je dus terug het voorbeeldje hebt persoon, student en prof, dan zal student alles gaan overerven van persoon, niet enkel de attribuuttypen, maar eventueel ook de relationship-typen. Dus alle karakteristieken van de superklasse worden overgeërfd, inheritance. Een ander voorbeeldje zou kunnen zijn in een werknemersadministratie, waarbij dat je dus een superklasse werknemer hebt. Je hebt verschillende subklasses. Salaried employee, dat betekent dus werknemers die tegen een fixed salaris betaald worden. Hourly employee, dat zijn werknemers die tegen een uurtarief betaald worden. En contract employee, employees waarbij je dus een bepaald contract hebt, bijvoorbeeld. Specialisatie, generalisatie geeft verschillende voordelen. Want het is, bij specialisatie kun je dus voor bepaalde subgroepen, zeg maar voor bepaalde subklassen, specifieke karakteristieken gaan toevoegen. Wanneer ik zeg specifieke karakteristieken, dan heb ik het over specifieke attribuuttypen, maar ook specifieke relationship-typen.
Dus dat kunnen we voor de subklasse gaan toevoegen, wat toch wel een zeer belangrijk voordeel is. Zeker wanneer bepaalde relationship types enkel bestaan voor bepaalde subgroepen binnen de superklasse, vormt dit een zeer zinvolle optie. Dus we hebben twee kanten van de medaille. We hebben generalisatie, specialisatie. Specialisatie betekent dus dat je top-down gaat. Top-down analyse, zoals we het zeggen, zouden zeggen. Dat betekent dat je dus van persoon naar student en prof gaat. Je gaat dus persoon gaan specialiseren in student en prof. Top-down analyse. Je gaat top-down. Je begint helemaal van boven en je gaat naar de subklasse. Generalisatie is eigenlijk het omgekeerde proces. Generalisatie betekent dat je van de subklassen naar de superklasse gaat. Indien je bijvoorbeeld gaat van persoon, indien je bijvoorbeeld gaat excuseren van prof en student naar persoon, dan noemen we dat generalisatie. Je gaat prof en student gaan generaliseren naar persoon. Dit noemen we bottom-up synthese. Inheritance, overerving, speelt hierbij een belangrijke rol, zoals we reeds gezegd hebben. Dat betekent dat dus de subklassen zowel de attribuuttypen als de relationship-typen gaan overerven. En ik wil hierbij nog eens op hameren dat het dus niet enkel de attribuuttypen is, maar ook de relationship-types die zullen overgeërfd worden. Nu, van een specialisatie-generalisatie kun je verschillende bijkomende karakteristieken gaan vastleggen. De eerste is de disjointness constraint. De disjointness constraint gaat gaan specificeren of dat een entiteit tot beide subklassen tegelijkertijd kan behoren. We gaan er eventjes vanuit dat je een superklasse hebt, bijvoorbeeld persoon, en daar heb je twee subklassen van, student en prof. Aan de hand van de disjointness constraint kun je nu gaan vastleggen of dat een entiteit tot beide subklassen tegelijkertijd kan behoren. In het voorbeeldje van student en prof is dat zeer onwaarschijnlijk. Een student kan geen prof zijn of een prof kan geen student zijn. Dus hier zitten we met een disjoint specialisatie. Een specialisatie waarbij een entiteit maar tot ten hoogste één van de subklassen kan behoren. Dus een disjoint specialization gaat specificeren dat een entiteit maar tot ten hoogste één van de subklassen kan behoren. Hij kan niet tot beide subklassen, student en prof, tegelijkertijd gaan behoren. Een overlapspecialisatie, bij een overlapspecialisatie kan dat wel. Je kan specialisaties hebben, en later zullen we daar wel wat voorbeeldjes van gaan zien. Je kan specialisaties hebben waarbij een entiteit tot beide subklassen tegelijkertijd kan gaan behoren. Ja? Dat is een specialisatie met overlap. Een andere manier om een specialisatie of generalisatie te gaan karakteriseren is aan de hand van de completeness constraint. En hierbij kunnen we een onderscheid gaan maken tussen een totale en een partiële specialisatie. Bij een totale specialisatie is het zo dat een entiteit altijd tot één van de subklassen moet behoren. Dus in het geval van persoon en prof en student betekent dat dat alle personen ofwel prof ofwel student zijn. Elke persoon moet ofwel prof ofwel student zijn. Dat is de betekenis van een totale specialisatie. Je kunt die specialisatie ook partieel gaan kwalificeren. Een partiële specialisatie betekent dat er entiteiten zouden kunnen zijn die persoon zijn, maar geen prof of student. Denk bijvoorbeeld aan technisch ondersteunend personeel, zoals bijvoorbeeld bibliothecaris, zoals bijvoorbeeld onderwijsmedewerkers, assistenten en zo meer. In een partiële specialisatie heb je dus entiteiten die tot de superklasse behoren, maar tot geen enkele van de subklassen. Wat bepaalt of dat een specialisatie, disjoint, overlap, totaal of partieel is? Terug de business. Herinner ook, wanneer we het besproken hadden bij het ER-model, het is de business die dus gaat aangeven wat de karakteristieken zijn van uw specialisatie, of dat die disjoint met overlap is, totaal of partieel. Dit is niet iets wat je zelf als modelleerder beslist, maar wat u opgelegd wordt door de universe of discourse, het bedrijfsproces, de business. We gaan daar eens een aantal voorbeeldjes van gaan beschouwen. Hier ziet u een specialisatie van product in afgewerkt product, finished product, en assembly product, geassembleerd product. Je ziet dat die specialisatie gekwalificeerd is als T, totaal. Dus dat betekent dat alle producten ofwel afgewerkte producten zijn ofwel assemblageproducten. Je kan dus met andere woorden geen producten hebben die geen van de beide zijn. Die specialisatie is bovendien dan ook nog eens disjoint. Dat betekent dat een product is ofwel een
finished, een afwerkproduct, ofwel een assembly product, geassembleerd product. Het kan niet beide tegelijkertijd zijn. Dus dit is een voorbeeld van een totale disjuncte of disjoint specialisatie. U ziet ook dat in deze specialisatie de subklassen bepaalde karakteristieken gaan toevoegen. Assembly product gaat assembly time gaan toevoegen als belangrijke karakteristiek. Finished product gaat een bijkomend relationship type gaan toevoegen naar supplier, ja, waarbij dus weergegeven wordt welke supplier een bepaald product gaat leveren. Herinner nogmaals de cardinaliteiten daar, laat ons ze nogmaals lezen. Een finished product wordt dus geleverd door tenminste één maximum n suppliers, leveranciers. Een leverancier gaat tenminste 0 maximum n afgewerkte producten gaan leveren. Het relationship type heeft terug twee attribuuttypen, zijnde de levertermijn en de aankoopprijs. Een ander voorbeeldje van een specialisatie. Wel, hier zien we dus een specialisatie die partieel is en met overlap, P en O. Waarom? Wel, we gaan even kijken. Artiest is gespecialiseerd in painter, schilder en sculptor, beeldhouwer. Er zijn nu ook artiesten die geen painter of sculptor zijn. Denk maar aan zangers bijvoorbeeld, of toneelspelers. Dus dit is een partiële specialisatie. Niet alle artiesten zijn ofwel een schilder, ofwel een beeldhouwer. Er zijn ook artiesten die geen van beide zijn. De specialisatie is ook overlap. Dat betekent dat er dus artiesten kunnen zijn die terzelfde tijd painter en sculptor zijn. O van overlap. Denk bijvoorbeeld aan Leonardo da Vinci, welbekend artiest, die terzelfde tijd een painter en een sculptor is. Dus nogmaals, het is de bedrijfscontext, het bedrijfsproces die u zal opleggen wat de karakteristieken zijn van de specialisatie. Bemerk ook dat eenzelfde entiteittype het voorwerp kan zijn van meerdere specialisaties. Hier hebben we een voorbeeldje. We hebben dus employee en werknemer dus. Werknemer wordt eerst gespecialiseerd in secretary, secretaris of secretaresse, ingenieur en technicus. En dit is een totale en disjuncte specialisatie. Dat betekent dat volgens deze specialisatie alle employees één tot één van deze subklassen behoren en niet tot meer dan één. Het is een disjuncte specialisatie. Dat betekent dat er dus geen overlap in aanwezig is. Daarnaast is employee ook het voorwerp van een partiële specialisatie. P, namelijk in manager. Niet alle employees zijn manager. Het is maar een subset van de employees die manager zijn. Vandaar dat het dus een partiële specialisatie is. Manager gaat dan terug deelnemen in een apart relationship type met project. Een manager is in charge of 0 tot n projecten. Een project wordt geleid tot minstens 1, maximum 1 manager. Herinner, minstens 1 duidt op bestaansafhankelijkheid. Daarnaast hebben we ook nog een totale disjuncte specialisatie van werknemer in permanente werknemer en tijdelijke werknemer. Tijdelijke werknemer die dan terug een relationship type heeft met een contractverlenging of een mandaatextensie, waarbij de cardinaliteiten 1, 1 en 0 in zijn. Dus je ziet, eenzelfde entiteittype kan nu het voorwerp gaan vormen van meerdere specialisaties. En dat is echt wel belangrijk, dat is echt wel nuttig, omdat dat u toelaat om meer semantiek van het onderliggende bedrijfsproces, van de onderliggende bedrijfscontext in kaart te gaan brengen. Nu, twee belangrijke concepten zijn een specialisatiehiërarchie en een specialization lattice. Een specialization lattice betekent een specialisatieraster. In een specialisatiehiërarchie is het zo dat elke subklasse ten hoogste één superklasse kan hebben. Dus denk aan een hiërarchie in een bedrijf. Elke werknemer heeft ten hoogste één baas. Dus je hebt een strikte hiërarchie, een beetje een boomstructuur. Wel, in een specialisatiehiërarchie is het zo dat een subklasse niet meer dan één superklasse kan hebben. In een specialisatieraster wordt die assumptie gerelaxeerd en daar kun je wel hebben dat een subklasse meer dan één superklasse heeft. Je kunt een subklasse hebben met meer dan één superklasse. Dat betekent dus dat die subklasse ook van meerdere superklassen gaat overerven. Die subklasse gaat dus de attribuuttypen en relationship-typen van meerdere superklassen gaan overerven. We noemen dat multiple inheritance. Multiple inheritance is het concept waarbij een subklasse
van meerdere superklassen gaat overerven. Herinner, het zijn zowel de attribuuttypen als de relationship-typen die overgeërfd zullen worden. Hier zien we een voorbeeld van een specialization lattice, we noemen dat terug een specialisatieraster, met meervoudige overerving. Dus je hebt een persoon die dus een totale overlapspecialisatie heeft in employee en student. U ziet daar dat dit een overlapspecialisatie is, dus dat betekent dat een persoon terzelfde tijd een employee als een student kan zijn, een werknemer als een student. Employee wordt verder gespecialiseerd in staff, ondersteunende staf, faculty, zeg maar professoren, en student assistant, dat zijn assistenten. Student wordt verder gespecialiseerd, totaal en disjunct of disjoint, in student assistent, in graduate student, bijvoorbeeld master student, en undergraduate student, bijvoorbeeld bachelor student. Wat belangrijk is om hier op te merken, is dat dit een voorbeeld is van een specialisatieraster. Waarom? Omdat dus student assistent overerft van zowel employee als student. Student-assistent is zowel employee als student en zal dus van beide van die superklassen gaan overerven. Zowel de attribuuttypen als de relationship-typen. Vandaar ook dat helemaal bovenaan die specialisatie totaal is en met overlap. Met overlap omdat er dus employees kunnen zijn die ook student zijn. Namelijk student-assistenten. Student-assistenten zijn bijvoorbeeld doctoraatstudenten die eigenlijk terzelfde tijd student als employee zijn en als dusdanig ook een salaris uitgekeerd krijgen. Student-assistent kan dan terug opgesplitst worden, gespecialiseerd worden in onderzoeksassistent en onderwijsassistent volgens een totale disjointe specialisatie. Je ziet als een voorbeeld van een specialisatieraster waarbij een subklasse dus meerdere superklassen heeft. Dat kan soms een klein beetje aanleiding geven tot ambiguïteiten. Stel nu dat employee en student twee attribuuttypen hebben met dezelfde naam, dan zullen die twee attribuuttypen gaan botsen in die subklasse student-assistent, want ze hebben dezelfde naam. Dus bij student-assistent zal het dan belangrijk worden om een goed onderscheid te kunnen maken tussen die twee attribuuttypen. Oké, dus dit was specialisatie-generalisatie, een zeer belangrijk concept in het EER-model. En wat ons dus toelaat om nog meer semantiek aan ons ER-model te gaan toevoegen. Categorisatie is een volgende belangrijk concept. En categorisatie is eigenlijk terug een superklasse-subklas relationship, waarbij we dus meer dan één superklasse gaan hebben, waarbij terug die superklassen verschillende entiteittypen gaan voorstellen. De subklasse hier, in dit voorbeeld, zal dan een verzameling zijn of een verzameling van entiteiten, die een subset is, zeg maar een deelverzameling, van de unie van de entiteiten van de superklasse. We noemen dit, die subklasse, een union type of dus een categorie. We gaan dat even gaan illustreren. Selective inheritance en wat hier op mijn slide staat, zal ik uitvoerig illustreren met het voorbeeldje dat volgt. Dus hier hebben we twee superklassen, natuurlijke persoon en legal person, wettelijke persoon. We gaan een voorbeeldje nemen. Natuurlijke persoon, daar stel je voor dat we daar twee entiteiten hebben. Jan Peters en Peter Janssen. Bij legal persoon hebben we ook twee entiteiten. Laat ons zeggen IBM en Microsoft. Account holder, rekeninghouder, is dan een subset van de unie van de superklassen. Dus in account holder kun je bijvoorbeeld Jan Peters hebben en IBM. Jan Peters en IBM zijn een deelverzameling van de unie van de entiteiten van de superklasse. De entiteiten van de superklasse, als je daar de unie van neemt, dan heb je dus Jan Peters, Peter Janssen, IBM en Microsoft. Wel, accountholder bevat dan bijvoorbeeld enkel Jan Peters en IBM. Dit is een voorbeeld van een partiële specialisatie. Een partiële specialisatie waarbij niet alle entiteiten van de superklasse behoren tot de subklasse. Namelijk, Peter Janssen en Microsoft behoren in ons voorbeeld tot de superklasse, maar niet tot de subklasse. Die categorisatie kan ook totaal zijn. Indien nu alle entiteiten van de superklassen zouden behoren tot de subklasse, dan heb je een totale categorisatie. Stel nu bijvoorbeeld dat zowel Jan Peters als Peter Janssen
als IBM en Microsoft rekeninghouders zijn. En in die allemaal rekeninghouders zijn, heb je een totale categorisatie. Omdat dus alle entiteiten van de superklasse ook behoren tot de subklasse. Nu, de vraag is, wat is nu het onderscheid tussen dit en een specialisatie-generalisatie? Wel, dat gaan we eventjes toelichten. Bij een generalisatie-specialisatie kun je altijd de is-test doen. Herinner het voorbeeldje van persoon die we gingen specialiseren in prof en student. Een prof is een persoon, is a. Een prof is een persoon, vandaar prof is subklasse van persoon. Maar hetzelfde geldt voor een student. Een student is een persoon, is a person. Dus student erft alles over van persoon en kan een subklasse gemaakt worden. We gaan eens kijken indien de categorisatie partieel is. Dus je herinnert, bij natuurlijke persoon hadden we Jan Peters en Peter Janssen. Bij legal persoon hadden we IBM en Microsoft. En bij accountholder hebben we dan bijvoorbeeld Jan Peters en IBM. We gaan eens kijken of we dat kunnen oplossen met een specialisatie-generalisatie. Kunnen we bijvoorbeeld natuurlijke persoon een subklasse maken van accountholder? Wel, indien die specialisatie partieel is, dan kan dat niet. Want in natuurlijke persoon zaten zowel Jan Peters en Peter Janssen. En enkel Jan Peters was een accountholder. Dus een natuurlijke persoon is een accountholder. Dat gaat niet op, want Peter Janssen is geen accountholder. Bij legal persoon, net hetzelfde. Daar zaten we IBM en Microsoft, terwijl enkel IBM een accountholder was. Dus de is-uittest die zegt een legal persoon is een accountholder, gaat niet op, want Microsoft is geen accountholder. We gaan eens kijken of we dan de accountholder geen subklasse kunnen maken van natuurlijke persoon of van legal persoon. Een accountholder is een natuurlijke persoon. Wel, dat klopt ook niet, want in accountholder hadden we dus Jan Peters en IBM. IBM is geen natuurlijke persoon. Oké, accountholder is een legal persoon. Kunnen we dan accountholder een subklasse maken van legal persoon? Nee, want dan hadden we terug Jan Peters en IBM. Jan Peters is geen legal persoon. Dus indien die categorisatie partieel is, dan kunnen we natuurlijke persoon of legal persoon geen subklasse maken van accountholder. Kunnen we accountholder ook geen subklasse maken van een van de twee anderen. Dus de specialisatie, generalisatie, dat is iets anders dan de categorisatie hier. Maar wat als de categorisatie totaal zou zijn? Indien alle natuurlijke personen accountholder zijn, zowel Jan Peters als Peter Janssen, en alle legal personen accountholder zijn, zowel IBM als Microsoft, wel, dan kunnen we natuurlijk wel natuurlijke persoon en legal persoon een subklasse maken van accountholder. Dus indien de categorisatie in plaats van partieel totaal is, ja, dan kunnen we het wel gaan oplossen met een specialisatie-generalisatie. En kunnen we dus natuurlijke persoon een subklasse maken van accountholder, kunnen we ook legal persoon een subklasse maken van accountholder. En dan is het ook opgelost. Dus, samengevat, bij een categorisatie, indien de categorisatie partieel is, dan kunnen we het ook gaan oplossen met een indien de categorisatie totaal is, dan kunnen we het gaan oplossen met een specialisatie-generalisatie. Indien die categorisatie partieel is, dan lukt dit niet. Bij categorisatie, zie je mijn vorige slide, is er ook nog het concept van de partiële overerving. Selectieve overerving betekent dat een entiteit overerft afhankelijk van zijn afkomst, wat vrij evident is. Dus indien we kijken naar accountholder, rekeninghouder, dan gaan we daar bijvoorbeeld Jan Peters zien. Die zal gaan overerven van natuurlijke persoon. Terwijl we ook IBM zien. Die zal gaan overerven van legal of wettelijke persoon. Dus je gaat eigenlijk gaan overerven afhankelijk van uw afkomst. Ofwel van natuurlijke persoon, ofwel van legal persoon. Dit is het concept van de selectieve overerving. Bemerk dat accountholder ook een relationship type met bank heeft. Een accountholder heeft een account met minstens één maximum in banken. Een bank heeft minstens één maximum in accountholders. Herinner terug, minimum kardinaliteit van één, wat wijst op bestaansafhankelijkheid. Dus dit is het concept van categorisatie. Dit is een belangrijk modelleringsconcept. Het komt echter niet zo vaak voor in de realiteit, maar indien het voorkomt, laat het u wel toe om de universe of discourse, om het bedrijfsproces, krachtig weer te geven in uw EER-model. We hadden nu reeds twee belangrijke concepten die we kunnen toevoegen aan het EER-model. Specialisatie, generalisatie en categorisatie. Er was er nog een derde,
En dat is aggregatie. En aggregatie betekent samenvoegen. Bij aggregatie ga je zaken gaan samenvoegen. Dus je gaat composieten gaan bouwen. Een composiet is een object die dus samengesteld is, composed of, van andere objecten. Dus we gaan composite objects gaan maken, gebaseerd op een aantal entiteittypen en hun relationship typen die we gaan groeperen. Het composiet object kan dan op zijn beurt bepaalde attribuuttypen hebben of deelnemen in aparte relationship types. We gaan daar eens een voorbeeldje van geven op de volgende slide. Dus hier zie je een voorbeeldje. We hebben job en applicant. Dus voor een job kunnen zich minstens 0, maximum 1 applicants, sollicitanten gaan aanbieden. Een applicant kan zich aanbieden voor minstens 1, maximum 1 jobs. Wat we nu gedaan hebben, is we hebben die twee entiteittypen job en applicant samen met het relationship type gegroepeerd in een aggregaat interview. Dat is een aggregatie. En op het niveau van dat aggregaat zouden we dan een attribuuttype kunnen gaan toevoegen. Dus je zou kunnen een ellips toevoegen daar, een attribuuttype aan interview die bijvoorbeeld duurtijd gaat meten. De duurtijd van het interview van een job door een bepaalde sollicitant. Maar op het niveau van een aggregaat kun je niet enkel attribuuttypen gaan toevoegen, je kan ook relationship types gaan toevoegen. En dit is ook wat hier gebeurd is. Hier is op het niveau van een aggregaat een relationship type toegevoegd die een relatie gaat leggen met job offer, ja, werkaanbieding. Dus een bepaald interview kan aanleiding geven tot minstens 0, maximum 1 job offer. Omgekeerd, een job offer is altijd gebaseerd op minstens 1, maximum 1, dus exact 1 interview. Dit is het concept van een aggregatie. Dus bij een aggregatie ga je altijd entiteittypen en hun relationship typen gaan samenvoegen in een soort hoger niveau constructie, we noemen dat een aggregaat. En op het niveau van dat aggregaat kun je dan attribuuttypen gaan bijvoegen, maar ook relationship types gaan bijvoegen. Hier zie je ons eerder voorbeeldje van een EER-model, waarbij dat we dus een aantal van die concepten hebben toegevoegd. We hebben een aantal concepten toegevoegd. Eerst en vooral is er dus op employee, werknemer, een specialisatie doorgevoerd in manager. Employee is partieel gespecialiseerd in manager. Waarom partieel? Dat is vrij evident, omdat niet alle werknemers managers gaan zijn. Slechts een beperkt aantal werknemers zijn managers. Dus we hebben niet enkel een specialisatie toegevoegd, maar op het voorbeeldje hier hebben we ook een aggregatie uitgevoerd. We hebben namelijk de twee entiteittypen departement en project en hun relationship type, in charge of, geaggregeerd in een aggregaat assignment, toewijzing. Toewijzing van een project aan een bepaald departement. Op het niveau van het aggregaat hadden we bepaalde attribuuttypen kunnen gaan definiëren. Dit hebben we hier nu niet gedaan. Wat we wel gedaan hebben, is op het niveau van het aggregaat een bijkomend relationship type gedefinieerd. Works on, werkt aan. Dus tussen employee en het aggregaat heb je nu het relationship type works on, die dus zal weergeven een employee die geconnecteerd is aan een bepaalde assignment, een assignment van een project aan een departement. Dus je ziet aan de hand van die modelleringsconcepten zoals generalisatie, specialisatie, maar ook categorisatie en aggregatie, kun je nu meer semantiek aan je model gaan toevoegen. Maar bemerk eigenlijk dat de twee essentiële tekortkomingen die we eerder hebben besproken van het ER-model, ook hier nog altijd helder zijn. Twee essentiële tekortkomingen van het ER-model waren 1. Het ER-model laat niet toe om temporele verbanden weer te geven, verbanden die wijzigen doorheen de tijd. En de voorbeelden die we eerder gaven waren de volgende. Een employee moet pas na 6 maanden toegewezen zijn aan een departement. Dat is een temporeel verband, dat kunnen we niet gaan afdwingen hier. Of een employee kan niet terugkeren naar een departement waarvan hij voorheen manager was. Dat was ook het voorbeeldje dat we eerder gegeven hebben. Een tweede tekortkoming van het ER-model, die ook nog altijd hier geldt, is dat als je business constraints hebt, integriteitsregels, die dus meerdere relationship types gaan omspannen, dan kunnen we dit hier ook niet gaan weergeven. We kunnen bijvoorbeeld niet gaan afdwingen dat een employee moet werken aan projecten uitgevoerd door het departement waarin hij of zij te werk gesteld is. Een ander voorbeeldje dat we toen gegeven hebben is dat een employee altijd moet werken in het departement dat hij of zij managed. Ook hier kunnen we dat niet perfect gaan weergeven. Okay. Goed, dit beëindigt deze sectie op EER-modellering. En
De volgende sectie gaan we dan dieper ingaan op het relationeel model.